Goedemorgen, mijn naam is Emma en ik ga de politiek eens even de waarheid vertellen vandaag. Ik ben vandaag uitgenodigd om mijn verhaal te doen in de Tweede Kamer tijdens de voorzitting. Ik woon nu samen met mijn zus. We betalen met z'n 1600 euro per maand aan huur. Ik zou graag in mijn eentje willen wonen, maar dat gaat niet op het moment. En nu wil het kabinet ook nog eens een keer dat singles met een inkomen van 36.000 euro niet meer in aanmerking komen voor sociale woningen. Echt belachelijk dus. Hi. Dat is ook wel een bizar verhaal, dus succes. Thanks. Waar ik graag voor zou willen pleiten is voor een huurprijsregulering, waardoor het te doen is om als middeninkomer en als juf zijn vooral te blijven wonen en werken in de grote stad. Ik hoop dat ik de coalitie heb kunnen overtuigen van het plan om dat echt van tafel te krijgen, want het slaat natuurlijk nergens op. Straks woon ik over 10 jaar nog steeds met mijn zusje. Gezellig, maar niet de bedoeling.